ruim de helft van de bedrijventerreinen, kan niet uitbreiden op het energienet. En bij 95% van alle bedrijventerreinen is er gewoon onvoldoende elektriciteit beschikbaar. En daar wordt met name het midden- en kleinbedrijf hard door geraakt, pleit het onderzoek van NVM Business. Dat is de brancheorganisatie voor commercieel vastgoed. Bij ons is de voorzitter van NVM Business, Irene Vlotman. Mevrouw Vlotman, goedemorgen. Goedemorgen. 5% heeft dus daadwerkelijk voldoende stroom. Op meer dan de helft van de bedrijfsterreinen zegt u is geen extra capaciteit. Wat is nou het verschil tussen die twee, meer dan de helft geen capaciteit en 5% voldoende stroom? Hoe moeten we dat aan elkaar plakken? Nou, die meer dan de helft, dus die meer dan 50% van de bedrijfsterreinen die geen capaciteit heeft. Dat gaat dus echt om beperkt. Mm-hmm. En ook om de infrastructuur. En echt 5% van de bedrijventerreinen, die heeft eigenlijk onbeperkt, kan gewoon eigenlijk doen wat hij of zij wil. Precies, dus daar gaat het goed. Daar gaat het goed. Ja. En u zegt, het MKB wordt hierdoor hard geraakt. Ook nu al met bestaande bedrijven op die bedrijventerreinen? Nu ook al met bestaande bedrijven op die bedrijventerreinen, dat klopt, ja. Ja, en die zitten dus gewoon zonder stroom? Of verdelen ze dat? Want daar horen we de laatste tijd ook over. Dat er stroom verdeeld wordt. Gezegd wordt van, nou, jij nou brood bakt 's morgens tussen 4 en 6. Dan zet ik mijn deurenfabriek vanaf 7 uur open. En dan kan ik gaan boren en schroeven. Dat gebeurt toch? Is dat niet wat tot de mogelijkheden behoort? Of gebeurt dat? Dat is zeker, dat gebeurt ook al. Hè. Er is een heel mooi initiatief, een Energy Hub op Tolen. Ja? Waarin er eigenlijk sprake is van een samenwerking tussen de netbeheerder en ook echt de ondernemers. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een oplossing. Want ja. Eigenlijk zouden we zeggen, nou, hè, dus we moeten af van het gas, we moeten terug van het gas. Dus er is meer vraag naar elektriciteit. Dus daarom zie je ook, en we zijn aan het groeien. Dus je ziet natuurlijk een toename van de vraag. En de netbeheerders die de infrastructuur moeten, de partijen die de infrastructuur mm-hmm. moeten bouwen, die kunnen natuurlijk dat tempo niet aan. Nee. Dus ga je alternatieve oplossingen, innovatieve oplossingen gaan. Want wij zijn met z'n allen natuurlijk vreselijk creatief. Mm-hmm. En dan is zo'n samenwerking, zo'n collectief is één van de oplossingen. Maar ook bijvoorbeeld je gedrag aanpassen. Hè? Dus met elkaar mm-hmm. afspraken maken, flexibele contracten, ja. Piekdal. Dat soort zaken. Ja, hartstikke leuk. Maar het kan ook betekenen dat je gewoon echt op de verkeerde plek zit. Als je niet meewerkende voorwerpen hebt in je buurt. Of er is gewoon te weinig capaciteit. En de netbeheerders komen niet snel genoeg met kabels. Is het einde oefening? Dan is het einde oefening. Of je hebt een beperking. Of je gaat je productieprocessen ga je natuurlijk heel inefficiënt. Bij wijze van spreken ga je inrichten. Ja. Dan word je toe gedwongen. En het is voor heel veel bedrijven gewoon een rem op de groei. En voor kleine bedrijven of bedrijven die... Want er zit natuurlijk ook heel veel innovativiteit, hè? Innovatief vermogen in bij het MKB. Dus dat zijn allemaal gevolgen van in dit geval de oorzaak van de netcongestie. En daarbij voor de bedrijventerreinen is er natuurlijk ook nog het probleem van de schaarste van de ruimte. Dus dat is ook nog best wel een belangrijke bottleneck. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat het voor uw business, voor de makelaars ook gevolgen heeft. Want je hebt natuurlijk een waardeloos verhaal te vertellen. Niemand wil iets gaan kopen op een terrein waar allerlei problemen op het net zijn. Nee, er is schaarste. Dus je ziet alles wat er vrijkomt. We zien ook wel echt een beweging van huur naar koop. Dus veel ondernemers die denken, nou ja, er is zo weinig in de aanbieding. Dus alles wat er beschikbaar is, dat koop ik. Mm-hmm. En wij proberen, ik denk dat het ook een hele mooie rol is van onze adviseurs, om toch echt ook bij tussen de verschillende partijen, maar ook bij de overheid, ja. vooral echt uit te dragen wat wij zien vanuit de markt. En daar een lobby in te voeren. Ja, ik neem aan dat u die nu, die voert u nu. Daar ben u op dit moment mee bezig ook. Er moet een overkoepelende aanpak komen van het nieuwe kabinet. Maar hoe moet u die eruit zien? Want ik neem aan dat u wat dat betreft snel op tafel gaat met leden van het kabinet over deze kwestie. Ja, wij willen heel graag heel snel om kamer met om tafel met de nieuwe ministers. Het zou heel mooi zijn als we dat inderdaad vanuit een integrale visie en vanuit een integrale lange en duurzame termijnvisie zouden doen. Ja. Dus niet vanuit die silo's, financiën en economische zaken en wonen bijvoorbeeld, maar ook echt integraal.
Waarbij wij heel erg pleiten. Hè. Die nota ruimte die staat bijvoorbeeld op stapel. En het zou gewoon echt heel erg noodzakelijk en goed zijn voor ons allemaal om die evenwichtige mix van wonen, werken en recreëren tot stand te brengen. Want de focus ligt natuurlijk nu wel heel erg op wonen. Omdat dat gewoon heel belangrijk is voor de leefbaarheid van ons allemaal en van ons land. Ja, zeker. En, van de, daar horen voorzieningen bij. Nou, laten we dat niet uitvlakken. Ja, hè? We kunnen allemaal economische lekker, groei. Ja, precies. We kunnen allemaal lekker willen wonen, maar hoe we wel kunnen betalen. Daarvoor moeten we werken. Dank u wel. Irene Vlotman is voorzitter van NVM Business.